Die heeft ze ook nodig. Ik weet niet, heb ik nou genoeg gemaakt? Dus ik eerst gewoon eventjes heel snel kijken wat er hiermee zit. Alles is klaar, alles is in farm. Wat ben ik nou weer? De shares natuurlijk. Planter. Jou, jou. Natuurlijk vergeet ik dan dat ik nog twee pistes nodig heb. Beetje mijn standaard procedure. En het is de volgende van Yellow Wizard Steve complete. Nu beginnen de pijnlijkste te komen. De rituals. Dit is iets wat ik echt nog nooit heb gebruikt. Bonatite, ritual. Ritual. Magma cream, caster. Hoe maak je dan weer een magma cream? Caster heb ik wel gelukkig. Obsidian. Dan heb ik gewoon 4000 erin nodig. Dat heb ik gelukkig wel, oké. Dus nou letterlijk gewoon wachten tot deze klaar zijn. Plus 4 diamonds en 1 emerald. Ik had gelukkig hartstikke veel kraven aangevraagd.
de diamonds heb ik al. En zometeen heb ik ook deze onderdelen. En gelukkig gaat het echt snel. Nou, dan zometeen die rituals. Die rituals zijn geen, dat zijn echt de dingetjes die pijnlijk gaan worden. Ik hoop echt niet dat je rituals moet doen. Want ik vind het echt niet erg om ze te maken, tenminste. Ik vind het echt niet erg om ze te doen. Het is alleen, er is één stap wat mij waarschijnlijk vervelend lijkt. En dat lijkt me die runes te verplaatsen. Alhoewel, voor mij zorg je ervoor dat... Oh nee, je moet dusk runes, die moet je kunnen... Ah. Oké, geen idee. Ik heb deze mod letterlijk nooit echt eerder gebruikt. Oh, shit. Oh, ik heb geen idee. Hoe maak je dat zwaard? Welke heb ik nodig? De Bound Blade. Dus is dan de Ritual of Binding? Dat er langs gegaan. Dat is dan een stap die ik dan wel weer weet. Het feit dat je zo eentje nodig hebt. En ze zijn nog vervelend te maken ook. Ik weet niet eens hoeveel blokken deze nodig heeft, het ritual. Ik denk te gaan even met cobblestone gaan uitbouwen. Hou ik die gewoon eventjes erin. Eventjes. Ik weet niet wat voor, ik weet niet hoe groot dat gebied moet zijn. Ik weet dat het mij heel erg veel van mijn life points gaat kosten. Ga ik nog steeds de dubbel compressed aan het maken. Mensen en vuurwerk, God Jezus. Wacht hoor, ik moet even de modpack restarten aangezien de modpack iets heeft van hey, chat. Ik wilde alleen even die opdracht stoppen waar hij mee bezig was.
Kobo zijn opdracht mag hij buiten de sessies wel omdoen. Oké. Okay. Oh, shit. Oké, ik moet er gewoon even bij blijven staan. Ik vind het leuk, want ik heb nu wel zo'n sleet. Oh, maar dit is de tier 3 versie. Gelukkig denk ik iets te weten wat ik kan doen. Alleen de reinforced slate wordt geaccepteerd. Probleem is, ik heb ook geen sigil bij me. Een beetje laag te raken. Dus het eerste wat ik nu ga doen is even heel snel hoeveel kost het nou? Het is 1000. Oké, het is 3000 per. Oké. Okay. De vraag is, waar ga ik uitbreiden? Ik denk... De poort heb ik waarschijnlijk niet meer nodig. Dus beginnen met deze muren hier neer te halen.
Oké, dus je hebt